Mag ik ook een glaasje? Ja, tuurlijk. Dank je wel. Als dit meisje... Rozemarieke. Rozemarieke. Zo te horen inderdaad de symptomen heeft. Het is een idiote coïncidentie. Goh. Ik zou het wel eens willen zien. Ja. Het is al zo laat. Ik heb nog een etentje. Ja, ik moet ook weg. Bel me eens. Ja. Bedankt. Ja, Tamors. Vond het erg boeiend. Bedankt. Heel bijzonder. Ja, en... dag. Tot ziens. Gelul, Witse. Ik lever niks te laat. Jullie in Den Haag hebben oeverloos geouwehoerd over staal of beton. En ik hoor nou pas wat. Plus dat beton veel bewerkelijker is dan staal, zoals jullie weten. Bekisting, zwaardere stijgers, het weer. Als u genoeg arbeiders zou hebben. Dat kun je mij niet verwijten. Ja, ik ben uitgegaan van staal. Jullie komen met dat verdomde beton. Nee, Brennan. Die optie lag in het contract. Daar had je rekening mee moeten houden. Maar zolang die opleveringtermijn niet in gevaar komt, is er niks aan de hand. Hoe ver zijn jullie met die pijlers? Op de fundering zijn we mee zo. Wat? 7 meter. 7 meter? Ja, ik kan er toch niks aan doen dat die hele zaak in de fik is gestoken. Het eerste is toch dat u uw zaakjes hier onder controle houdt. Nou, hoe dan ook. Het wordt beton. Weet u eigenlijk wel wat dat betekent? Dat ik eerst 7x4 stalen damplaten moet laten lassen. Dan laat u die arbeiders toch nog wat langer doorwerken? Man, ben je belazerd? Ik kan die mensen toch niet onafgebroken laten lassen? Die moeten per uur minstens 1 kwartier naar buiten om hun longen schoon te spoelen. Ik begrijp het probleem, maar contract is contract en die pijlers moeten exact op datum klaar zijn. En zoals je weet, Brenner, elke dag langer gaat je geld kosten. Dag. Hallo. Kon je het vinden? Ik heb Waarom kom je niet binnen? Ja. Ga zitten. Wat wil je drinken? Ik kwam alleen het adres even brengen van het klooster. Fantastisch. Wat wil je hebben? Bier, wijn, borrel? Niks. Appeltje misschien? Nee. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Cheers. Ja, cheerio. Op je onderzoek.
Het zou geweldig zijn als ik die Mieke zou kunnen zien. Rozemarieke. Rozemarieke. Het is natuurlijk een prachtige kans. Ik zou mijn onderzoek af kunnen ronden. Als je gelijk hebt. Dat weet ik zeker. Daarom wil ik ook alles te weten komen over dat meisje. Over de milieu, de broertje en alle verdere omstandigheden. Ja, je moet wel een beetje voorzichtig zijn. Het is een vrij kleine gemeenschap. Het is geen Amerika. Zeg, ik heb eens op de kaart gekeken, maar ik kan het stadje van jou nergens vinden, hoor. Ik heb toch gezegd dat het in Brabant lag? Niet gevonden. Nou, het is een vrij snel groeiende gemeente. Het zal niet op elke kaart staan. Dat is dat patiëntje van mij uit Amerika. Mm-hmm. Amerika, heb ik ook eens opgezocht op de kaart. Ook nooit kunnen vinden. Hier, hier heb ik die brief van de gouverneur van Michigan, waar ik je vanmiddag over vertelde. Mm-hmm. Weet je? Neem deze? Ja. Die is... We're very grateful about your information on the mental diseases. And we like to make an appointment to discuss this matter personally. Hey, je hoeft hem niet helemaal voor te lezen, hoor. Kan het niet. Ik moet je wat vertellen. Je bent getrouwd. Ja. Wakker gemaakt. Kom even binnen. Een borrel? Ja. Moet ik zeggen waar je bent geweest? En? Ben je met haar naar bed geweest? Nee. Nee, verdomme! Sst. Dat is wat heb jij ermee te maken? Ben je verliefd? Wil je nog meer weten? Je kunt gewoon s'avonds een keer naar een collega gaan om... En hier zeggen dat je een ommetje maakt. Hou op, Anton. Je hoeft mij toch niet te besodemieten? Besodemieten helemaal niemand, en trouwens al zou ik. Wat is hier aan de hand? Een telefoontje. Dat Anton morgen vroeg terug moet voor een spoedgeval. Een spoedgeval? Niks ernstigs, hoor. Ga maar lekker slapen, dat heb je wel nodig, meid. Kom. Rustig, schat. Rustig.
Goed. Je bent niet met naar bed geweest. Maar je gaat wel morgen vroeg terug. Je ziet het aan je hele donder. Je bent zo verliefd als... Houd toch op, ik ga gewoon naar dat congres. Ik stuur je mijn aantekeningen dan. Loes kan hier blijven, tot ze de uitslag van het onderzoek heeft. Vergeet haar, Anton.